Het boek Handelingen staat vol met verhalen. Verhalen over zending. Lucas mocht het opschrijven. Tot bemoediging, tot troost en aansporing. En de verhalen zijn na Handelingen, na de Handelingen der Apostelen doorgegaan. Door de eeuwen heen is er verteld en geschreven over het werk van God in de harten van zondaren, wereldwijd. En de verhalen blijven komen. Verhalen van redding, van genade voor hopeloze mensen. Want de Heere is getrouw en de verkondiging van het evangelie gaat door. Vandaag kunt u slechts voor 9,95 deze verhalenbundel kopen. Bij de ZGG-stand. Het is een bundel met 10 verhalen over zending. Ik zou zeggen, koop het boek. 9,95 is niet duur. Lees het als gezin, aan tafel of op zondagmiddag. Misschien wil de Heer het gebruiken om een vonkje van liefde te ontsteken in het hart van u of van uw kind voor de zending en bovenal voor Christus. Er zijn vandaag verschillende zendingswerkers in ons midden. En ik ga ze uitnodigen om op het podium te komen, zodat we ze kunnen toezingen. Namens ons mogen zij uitgaan, overal op deze wereld. En hopelijk straks ook in Senegal en Japan. Om het evangelie te delen met anderen. En wat kunt u? Wat kun jij doen? Als medearbeider thuis. U kunt het werk meedragen. De binnenkamer in. U kunt bidden voor dat ene meisje, die ene jongen uit Albanië, die we net hebben gezien. Of dat ene meisje, die ene jongen uit het Midden-Oosten, of waar dan ook vandaan. U zult hem of haar waarschijnlijk in uw leven nooit ontmoeten. Of straks wel misschien. In de hemel, bij God. Opdat hij of zij Christus' naam mag belijden. Helaas kan ik vanwege de veiligheid niet iedereen naar voren roepen. Laten we beginnen met de werkers in opleiding te noemen. Er is op dit moment 1 familie in opleiding voor het werk in Oost-Azië. En die familie is in ons midden. Maar die ga ik niet naar voren roepen. In de afgelopen tijd is er ook een familie teruggekeerd uit Oost-Azië. Een familie die ik wel naar voren wil roepen is de familie Cardol. Jos en Jannemieke Cardol met Sarah en Hanna. Hartelijk welkom. Ik wil jullie graag uitnodigen nu om naar voren te komen en hier plaats te nemen op het podium. Ook wil ik graag naar voren roepen Pieter en Arjanne van Ooyen met Benjamin en Matthias. Arjanne is er vandaag niet bij, zij is helaas ziek. Maar Pieter, Benjamin en Matthias hopen naar voren te komen. Verder wil ik graag naar voren roepen, u heeft Henk net al gezien, Henk en Marianne Visser. Henk is evangelist in Albanië. Ook welkom op het podium. En Marlies ten Voorde wil ik graag naar voren roepen. Zij is zendingswerker in Guinea. Even kijken of het een beetje gaat lukken. Jos en Jannemieke hier. Jos werkt als evangelist in Guinea. En eens even kijken, Pieter als evangelist in Albanië. Ja, ik zie Marlies ook aangeschoven is. Heel goed. Er is verder ook een werker uit Oost-Azië in ons midden.
Daarnaast zijn er twee benoemingen gedaan, recent, voor het Midden-Oosten. Ook die werkers kan ik niet naar voren roepen. Dit in samenwerking met bijzondere noden en het deputaatschap voor Israël. Het Midden-Oosten, daar werken we samen met bijzondere noden en deputaatschap voor Israël. Zij zijn vandaag ook bij ons. Wil ik graag ook naar voren roepen Wouter en Elina van Blitterswijk. Wouter is benoemd als evangelist in Guinea. En zij komen met hun kinderen naar voren, Eloïse, Emma, Eduard, Eleonora en Aimee. Hartelijk welkom hier op het podium. Nou, spannend voor jullie allemaal naar voren komen. Kom maar hoor. Dan wil ik graag naar voren roepen ook Gozine Roeland. Zij gaat werken in het komende schooljaar als onderwijsondersteuner in Guinea. Gozine, ook welkom hier. Gaan we door met werkers van MAF. Er zijn drie werkers van MAF in ons midden, drie families. En ze worden gedeeltelijk door ZGG ondersteund. Ik begin met Marien en Marieke Geense. Marien mag werken voor MAF in Indonesië. En ik wil hen naar voren roepen met Nathan, Chloe en Hosea. Hartelijk welkom, familie Geense. Ik zie ze al komen, mooi. Ga ik door met Dick en Mardine Schenkeveld. Dick is werkzaam in Liberia als operationeel manager voor MAF. En ik wil hen naar voren roepen. Nee, de kinderen zijn er niet bij. De kinderen zijn Samuel, Rut en Javed zijn er vandaag niet bij. Maar Dick en Mardine wel. Dus ik wil hen van harte ook naar voren roepen. En de laatste medewerkers van MAF zijn Joop en Rianda van Welen. Joop werkt als piloot voor MAF in Suriname. Ze komen naar voren met Joas, Tom en Koen. Dat zijn de drie werkers voor MAF. Ook welkom hier inmiddels aangeschoven. Gaan we door met Maarten en Gerdineke Baan. Maarten is werkzaam als evangelist in Guinea. En ze komen naar voren met Rodé en Talita. Hartelijk welkom hier, Maarten en Gerdineke. Nou, ik zie een dikke Mardine er staan, inderdaad ook. Even zien, heb ik familie van Welen al? Nog niet, denk ik. Nou, die mis ik, denk ik. Nou, dan wil ik ook graag naar voren roepen, uiteraard. Oh, kijk, daar komt de familie van Welen aan. Welkom, zeker. Beetje inschikken, mensen. Zoals de mensen in de zaal konden dat ook fantastisch. Jullie kunnen dat ook helemaal prima, natuurlijk. En dan moet u bedenken dat er een heleboel zendingswerkers nog in de zaal zitten, die ik helaas niet naar voren kan roepen. Maar uiteraard willen we ook hier uitnodigen op het podium dominee Pieter Jaren en dominee Peres Nekwek. Predikanten in de GJRP in Papua, onze zusterkerk. Hartelijk welkom ook op het podium. Wij willen ook graag u toezingen. En dominee Nicodemus Ude samen met zijn vrouw Marieke. Ook welkom hier op het podium. Dominee Nicodemus is predikant in de Nigeria Reformed Church in Nigeria. Hopen wij ook toe te zingen. Hartelijk welkom hier. En dan zijn we volgens mij compleet. Lukt het nog? Even kijken, misschien nog iets inschikken hoor. Want anders zien we de dominees, die vallen bijna van het podium af. En iets inschikken. Ja, prima. Heel goed. Kom maar. Ja, lukt dat nog? Nog iets verder inschikken, een beetje naar voren, de kinderen ervoor laten staan. Ja, een beetje achter elkaar schuiven. De foto gaat nog niet lukken, moet nog iets inschuiven. Schuif nog maar wat in, ja. Nou, volgens mij gaat het nu lukken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En wij hopen nu met z'n allen de zendingswerkers biddend toe te zingen uit Psalm 121, het vierde vers,
De Heere zal u steeds gadeslaan. En we doen dat niet alleen voor deze werkers, maar ook voor al onze zendingswerkers overal op de wereld. En voor degenen die hier aanwezig zijn, maar niet naar voren kunnen komen. We willen hen dit toewensen, opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar en zal eeuwig u behoeden. We willen dat graag staande doen. Psalm 121, vers 4.